kloch 48 bleef Bemmel Henk en Frans komen langs. Henk, het ziet eruit dat we weer in het dorp gaan zijn. We zijn bij Joep Steinman, de enige echte barber hier in Bemmel. En nou, hij zit hier nog niet zo lang, maar hij is super enthousiast en erg betrokken bij de ondernemersvereniging. Dus ik ben benieuwd hoe het met hem gaat en wat hij ons te vertellen heeft. Ik ook. Laten we naar binnen gaan, Henk. Ja. En we zijn binnen bij de kroeg van Joep. Gezellige, het ziet er een beetje uit als een mancave. En wie treft we aan? Joep Steinman, barbier, de enige echte barbier in Bemmel. Nou, Joep, fijn dat we bij jou te gast mogen zijn. Jij knipt alleen maar mannen, want een barbier... Een barbier knipt alleen maar mannen. Ja. Ja. Volgens mij heb je daar ook een speciale opleiding voor. Ja, dat klopt. Ik heb 3 jaar geleden een opleiding gevolgd in Utrecht. Daarvoor moest je eerst een cursus doen van volgens mij een periode van 8 tot 9 weken. Leuk. En als je die voldaan had, dan mocht je verder gaan naar de masteropleiding. En die heb ik uiteindelijk ook afgerond, dat heeft 1 jaar geduurd. Je zit hier aan de Dorpsstraat, in hetzelfde pand als de podotherapeut, maar een hele eigen opgang en een mooie eigen stek. Bevalt de plek hier? Het bevalt heel erg goed, vind ik zelfs. Ik vind de Dorpsstraat ten eerste een hele mooie straat. Ja. Ten tweede, het pand zelf heeft best wel een historische waarde. Er heeft natuurlijk al heel veel ingezeten. Volgens mij postkantoor, ja, slagerij, mortuarium en nu een podo en een barber. Hoor jij van de cliënten of ze je makkelijk kunnen bereiken? Kunnen ze hier makkelijk parkeren? Ik vind het heel makkelijk parkeren. Je hebt hier gewoon een parkeerplaats voor de deur. Oké. Dan kun je 2 uur lang gratis parkeren. Vergeet niet de blauwe kaartzone erbij te leggen om boetes te voorkomen. Met barber, dan doe je toch even iets anders als... als gewoon normale kapper. Heb je plannen voor de toekomst? Ja. Er zijn natuurlijk heel weinig barbers. Ja, ik heb zeker plannen voor de toekomst. Ja, uiteindelijk ben je natuurlijk altijd groter. Ja. Met personeel erbij. En uiteindelijk wil ik ook nog mensen gaan opleiden tot barber. Oké. En ook dat ze dan dus ook echt een diploma ervoor krijgen. Geweldig. Ja, mooie plannen. Dat zijn de plannen, ja. Ik heb uiteraard ook even jouw website bekeken. Nou, complimenten. Dankjewel. Ik vind hem heel toegankelijk en heel to the point. Als ik bij jou een afspraak wil maken, hoe gaat dat in zijn werk? Nog op de ouderwetse manier kan altijd nog telefonisch. Oké. Of je kan nog langskomen als ik dan bezig ben, dan kunnen we samen een afspraak inplannen. Of via mijn website, koekvoorjoep.nl. Oké. En welke dagen ben je open? Wanneer kunnen mensen jou hier aantreffen? Van dinsdag tot zaterdag, van 10 tot 6. Geweldig. Ja. Nou, ook complimenten dat ik jou laatst ook zag. Toen hadden we Bemmel on Wheels, Henk. Een mooie themadag. Ja, ik probeer wel zoveel mogelijk met de activiteit van het dorp mee te gaan. En qua reclame heeft dat ook al heel veel geholpen. Joep, Henk en ik zijn trots op jou. Heel veel succes. Wij vinden het ook fijn om achter de ondernemer iets te weten, te komen. Waar iemand blij van wordt in zijn privé tijd. Joep, waar word jij blij van in jouw vrije tijd die je hebt? Ja, het klinkt eigenlijk heel cliché en heel algemeen, maar het is toch wel het omgaan met vrienden. En vooral nog de jongens eigenlijk die nog in Nijmegen zitten. Nogmaals dankjewel. Graag gedaan. Wij gaan naar jou weer naar een andere ondernemer. Aan wie zou jij het stokje willen overdragen? Ik zou graag het stokje willen overdragen aan mijn grote vrienden van restaurant De Giorgio. Goed zo. Dankjewel, Joep. En dan zeggen we tot de volgende vlog. Dankjewel.